Hallo kijkers van Gamers 93 en welkom weer terug bij een heel raar geluidje die daarop plaft. Kaboom! Yeah! Jongens, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van... Minecraft Minigame. Yeah! Yeah! We hebben vandaag weer niet alleen, maar vandaag samen met... Kees. Met Kees! Hi. Hey, welkom Kees. Hi, dank u. Vandaag heet ik... Nee, met Barry! Yay! Oké, en jongens, Bart heeft een minimap gekozen. Ik heb een minimap gekozen en we gaan TNT run doen. Nee, Bart heeft een minigame gekozen en we gaan vandaag dus TNT run doen. Ja. En we hebben echt een heel klein gebiedje om in te lopen. Ja. Maar we kunnen dit. Zeker. Deze gozer heeft trouwens mijn outfit gestolen hier. Hi. Zie je hem of niet? Nee. Waar is hij? Ik weet niet waar die is. Ik zie wel jou, maar... Nou, hij heeft een soort van mijn kleren aan. Ben je nog steeds op bovenste verdieping? Ja. Nee! Ik was niet meer op de bovenste verdieping, dus dan zag je die ene gozer. Ja. Oké, 5 coins erbij, altijd leuk. Maar volgens mij was die andere gozer namelijk ook naar beneden geflikkerd. Dat zou ook best kunnen. Nou ja, nog 19 spelers. We kunnen dit, Bart. Yeah! We gaan dit doen. Ik heb ook echt de perfecte muziek hierbij. Normaal gesproken zou je hele epische muziek hierbij verwachten. Maar nee, ik heb de rustige muziek die je ooit kan vinden hier op Spotify. T-Vers, ik val. Yeah. Dat is niet keer. Ja. Bart, waar ben je? Ik ben op de ene laatste, volgens mij. Ja, de ene laatste. Ik ben er al afgevallen, dus ik volg jou wel. Jee. Oké, nu komt het spannende gedoe van Bart hier. Ja. Oké, en Bart springt. En Bart loopt. Ik loop, zeker. En hij springt. En zal hij het halen? Weet we zien niet. Het de volgende week. Ah, kut. Hey, kijk, het is Deadpool. Ja, die is naar beneden gevallen. Hey, dag Deadpool. Nog 7 mensen. Nice. Kom op Bart, je kan het. Ik heb nog zat ruimte om te rennen. Maar ik moet gewoon niet misspringen. Waarom heeft deze gozer allemaal hartjes? Wat leuk is. Ja, hij is gevallen. Mijn lichtje ging omhoog met mijn... mijn mobiel ging aan, laten we daarop houden en nu werd ik afgeleid. En nu ben je beneden of dood? Niet dood, maar ik ben wel beneden. Je kan trouwens 1 dubbel jump doen. Oh, dat vind ik best wel leuk. Ah, nee! Je bent dood? Ja. Oké, dan ben ik benieuwd wie er gaat winnen. En volgens mij is dat Luke blijf je stilstaan, dan kan je je naam lezen. Ik ben 4 voor. Luke is het Neil of is het Nie? Nie. Ondertussen ben ik 4 geworden. Oké, goed bezig. Ik was... Nou, ik weet niet. Hoeveel was ik? Even kijken of je dat terug kan zien. 16e. Oké. Dus ik heb het niet echt heel erg goed gedaan. Nou, hallo Curry. Die andere gozer, waar is die? Die is beneden. Oké, dit is spannend. Curry. Luke, kom op, je kan het. Curry. Kom op Luke, je kan het. Ik ben ketchup lekkerder. Ik ben van Luke. Niks tegen jou Curry, maar ik vind ketchup gewoon lekkerder. Ik weer andersom. Een meisje wat ik ken dat Minecraft speelt, die heet Ketchup. Nog wat. De Ketchup nog wat is. Okay. Dus ik vind het niet gek dat ik haar lekkerder vind dan een jongen. Oh ja, op dat gebied ja. GG. Oké. In ieder geval, dit was op zich best een snappotje, Bart. Dan gaan we het nog een keer doen. We gaan het zo vaak doen zoals we er zin in hebben. Ja, dat is zeker waar. Ja! Yep. Okay. En, hopelijk faal ik deze keer niet meteen in het begin. Oh mijn god, het is een panda. Hey! Oh, panda is weg. Oké. Okay. Jij moet naar binnen, want ik kan hem niet in. Wow. Kijk, dit is een nieuwe map. Oeh! Groter, maar ook vervelender met die pilaren. Ja. Oké. Er zitten rare stokken in. Er zit een rare stokje in, je hoort het. Oké, in ieder geval, we zijn met z'n 22e. 23e. 24e. Oké, dit wordt de Battle of the Ages. Battle of the Ages. Met andere woorden, ik ga heel hard falen.
Ja! Oh, ho, T2Play, ik krijg lag? Ja, ik krijg ook lag, ja. Wow! Oh mijn god, dit is niet normaal. Heb je veel lag? Ik heb heel veel lag. Bij mij valt het op zich nog wel mee, hoor. Jemig! Ik kan niet zien wat er gebeurt. Jij kan niet zien. Nou ja, zolang ik met me weeg is het goed, denk ik. Ja, nou, oké, nu is het al wat rustiger. Ja, ik ben volgens mij op de, ja, op de allerlaatste. Oh. Waar ben jij? Ik ben nog op de 1 na bovenste. Oké. Maar trouwens, terwijl we nu zitten te springen, Bart, heb jij nog een leuk verhaal om te vertellen? Heb ik een leuk verhaal om te vertellen? Ja, ik heb... Oh shit, ik viel. Oh nee, ik viel weer. Nou, nu kan ik... nu kan ik een leuk verhaal vertellen. De lek is nu wel voorbij. Dat is wel mooi. Ik lag pas op mijn bed. En keek ik naar de mooie sterren in de lucht. En toen dacht ik bij mezelf... Waar is mijn dak gebleven? Ja. Dit was mijn verhaal. Ik begreep hem later pas, maar oké. Okay. Voor zij die het niet snappen. Ik ga het niet uitleggen. Oké, okay, ondertussen ben ik ook gevallen. En ik ben 8e geworden. Ben jij 8e geworden? Dan gaan we nu slash. Nee, ik ben niet 8e, ik ben 10e geworden. Iemand anders heeft de Ultracraft. Nou, er staat uit 8 players remaining. Oh, dan ben ik dus 9. Oh. Geen idee hoe wild ik ben. Ja, maakt niet uit. Jij bent 14e. Ik ben 14e. Ik heb hartstikke goed gedaan. Dankzij mijn perfecte lag. Video settings. Alles staat al. Nee, alles staat best wel hoog eigenlijk. Maakt niet uit. Misschien is het dan een idee om het lager te zetten? Nee, geen zin in. Ja, oké. Okay. Oké, in ieder geval, dan gaan we weer voor TNT Red. Yeah! En hopelijk deze keer gaan we het goed doen. Ja. Oh, dit. Oh. Kleiner, oh! Oh, dit ziet er leuk uit. Dit ziet er klein uit. Zeker klein, maar wel lachen. Ja, mijn probleem is klein is minder ruimte. En minder ruimte is sneller vallen. Maar je hebt wel minder mensen hier. Hoeveel mensen heb je hier? Volgens mij... Ah, shit, ik viel. Ik viel ook. Ik heb gewoon weer lag, dit is echt irritant. Ik had het misschien wel lager moeten zetten, ja. Bij mij valt wel mee. Ik heb, ik weet niet, ongeveer 20 frames per seconde. 20, jammer. Oh, ik val weer, en ik val nog verder. 30 is volgens mij normaal. Hey, Daniel. Ik viel. Oh, ja, dat was ik. Dag. Bart, waar ben je? Ik ben op de onderste verdieping. Maar zie je wat nou het probleem is van zo'n kleine ruimte? Ja, maar je hebt wel meer plekken waar je naar beneden kan vallen. Ja, la, 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 la. Het probleem is, als je nu een verdieping naar beneden valt, heb je een grotere... Ja, bijvoorbeeld zo. Dan heb je een grotere kans dat je in één keer doorvalt. Ik ben 60 geworden. Jij bent 60? Ja. Ik ben 11. Ja! Oké, okay, er is weer iemand dood. En weer iemand dood. Ja! GG. Nice. Wat is trouwens dat 5 plus 5 karma? Wat houdt het in? Weet ik eigenlijk niet. Anders blijf ik gewoon, als het heel nuttig is, blijf ik gewoon de hele tijd GG spannen. Ja. Oké. Okay. We gaan nu. Wat denk je dat we gaan doen? Ik denk TNT Run. Nee. Weet je wat we gaan doen? Nou? Boosblief. Boosblief? Boosblief. Oké, okay, sure. Haha. Ik speel het nooit. Ik kan het nooit. Ik speel het echt Wat is dit? Dat is... TNT, ik wil het afsteken. Dat is niet TNT, dat is een heleboel TNT. Ja. Oh, dag, Locus. Oké, okay, in ieder geval, ja. Pablo! Wat is er? Help! Hi. 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 Er loopt net zo'n hele gozer voorbij. Oeh, hey, wat is dit? Dit is TNT.
Je weet trouwens wel hoe Blowsplief, ja. Blowsplief? Nee, ik weet niet hoe Blowsplief werkt, nee. Weet je wel hoe Boosplief werkt dan? Nope. Gewoon schieten. Oh, ik zag iets met een boog en het zag er wel leuk uit. Gewoon schieten. Oh, oh, oh. Waarom krijg ik overal lek? Je bent goed bezig. Oh. Ja, ik loop mijn eigen gat in. Wie een gat graaft voor de ander, valt er zelf in. Leef jij nog wel? Jij leeft nog? Ik leef nog, ik spring gewoon rondjes. Ik heb geen zin om te schieten. Ja, maar op een gegeven moment blijf jij en iemand anders open. Oh, dan ga ik wel schieten. Oeh, je had geluk. It's all over. Oké, die hele gozer die is hier ondertussen. Goed bezig. Bart, je hebt iemand op jou aan het jagen. Ja, ik merk het. Het is... Oh. Een tijger. Het is een tijger. Oeh. Oh, oh. Waar ben je? Ik ontwijk volgens mij heel veel pijlen. Je ontwijkt best wel wat, ja. En ondertussen blijft deze gozer zeg maar random in een mooi hoekje staan. Dag jongens. Is ook een techniek. Oh. Oké, er zijn nog 7 mensen over, Bart. Hallo. Je kan dit. Die was heel mooi. Het scheelt trouwens ook de hele tijd helemaal niks. Nee, klopt. Ik doe ook wel hele gevaarlijke dingen met op één plekje gaan staan. Ja. Eén blokje. Oké. Okay. Nope. Hij heeft bijna zichzelf met een hele geslacht. Oké, kom op. Dag! Pas op voor de groene ding. Ja, weet ik. Ik let op. Oké. Okay. Er is ook een panda in het veld hier. Hi panda! Nou ja, een soort van. Wat is het eigenlijk? Een koala. Nee, dat is meer een mens met een pak aan. Het scheelde weer niks, Bart. Oké, okay, nog 5 mensen over. Bart, ik denk dat je op een gegeven moment... Je hebt nog steeds geluk. Ik ga maar gewoon schieten. Oké. Okay. The Battle of the Ages. Oké, okay, deze kijk niet, Bart. Als je hem gewoon... Oeh, bijna. Ze zijn met elkaar in gevecht, dat is handig. Ja! Want dan leiden ze jou niet af. Ik help hem. Hoeveel zijn er nog? 3. Tuurlijk. Blijf in beweging, Bart. Timmers. En probeer ondertussen iemand af te schieten. Nee. Oeh, hij schoot zichzelf bijna naar beneden. Oké, er zijn er nog 2 en jij ook. Nee. Oké. Nee. Je leeft nog? Ik ben dood. Ah, jammer. Oké, even kijken wie je gaat vinden dan. Wie wint er? Dat is wel spannend. Hij springt zelf naar beneden. GG. Oké, maar goed. Dan weet ik nu een hele leuke TNT game. Ik ben derde geworden. Ja, ik was een van de eerste die in mijn eigen gat liep. Maar ik deed ook wel. Ik snap ook niet hoe ik dat gehaald heb. Ik had veel eerder in jouw dood moeten gaan. Oké, in ieder geval. De volgende die we gaan doen is denk ik TNT Tag. Die is wel leuk. Ik heb hem. Wacht even. Wat heb je? Common Black Cat Pet. Oh, je hebt een pet. Oh. Dat is leuk. Wat kan ik daarmee? Die kan je upgraden, maar verder kan je er echt totaal niks mee. Pets. Katje. Want je kan hem niet summonen, omdat je geen VIP bent. Ah. Maar TNT Tag, waar is die? Die is daar ergens, bij die bordjes. Hier, even. Je weet hoe dit werkt? Nope. Hij heeft een stickertje. Oh! Even doen een tikkertje. Ik hou van een tikkertje. Alleen als je niet binnen zoveel tijd iemand tikt, dan plof je. Kaboom. Dus eigenlijk spelen we IS. Ja. Als tikken zijnde daar. Auw. Ja, ah nee, ik ben hem. Je bent hem? Ik ben hem. Hij rolt zo. Je moet dan mensen tikken, Bart. Yep. Maar vooral niet mij.
Ah, ah, kut. Ah, god. Ik ben verdieping beneden. Ah, die wel. Hey, Govi, kom eens terug. Govi? Ja, het is Govi. Oh, gezellig. Hey, je TNT valt naar beneden, dank je. Dan kan ik hier langs. Het is wel een leuke map, dit. Ja. Hier beneden is niemand. Nee, dat weet ik, want ik ben hierboven. Misschien niet het beste om te vertellen, maar... Oeh. Ah, ik ben geen TNT op dit moment. Oh, je bent geen TNT. Nee. Oh, ondertussen... Oh, niet hem! Ik val naar beneden. Iedereen is dood. Ja, iedereen die tikker was, die is ontploft, ja. Wow. Waarom word ik geslagen? Stop eens met slaan. Oh. Ja. Oh god, ik ben het! Nee! Kom hier jij! Oh god, nee, Bart, niet doen! Wegwezen, wegwezen! Ik moet wegwezen! Hier kom jij! Je zit echt op mij op te jagen, of niet? Ja. Ja, best wel. Nee! Waarom als ik iemand tik, wordt hij niet? Ik moet met rechte muisknop. Nee, je moet gewoon iemand tikken die geen TNT heeft. Kom eens hier. Kom eens! Ja! Kom maar! Yes! Oh god, nee. Nu ben ik het weer. Yes! Ik ben ontploft. Nee, ik was ook echt ontploft. Het was... Ik sloeg... Jij leeft nog, of niet? Ja. Nog maar net. Goed bezig, Bart. Ik ben ontploft door een explosie van iemand anders. Oh, serieus? Kan dat? Ja, dat kan. Oh, ik zie je staan. Nope! Ah, nee. Ah. Je bent hem. Je hebt 30 seconden, dus neem rustig de tijd. Nee. Heel erg, ik voor de man. En maak je niet al te veel zorgen. Maar raak van de TNT af. Ah, daar. Hoi. Lekker hem. Hij zit vlak achter je aan. Nu niet meer. Jawel, nu zit hij vlak naast je. Blijf rennen. Blijf rennen. Je kan het. Je kan het. Je kan het. 3, 2, 1. Nog 11 spelers over. Waar ik één kant ben. Hé, hey, hou het op met z'n man. Oh, hop op, meet ik jou. Oh, hey. Nee, nu ga ik je pakken ook. Die bezon. Oeh. Je bent er nog steeds, Bart. Ja, weet ik. Hey, daar is die weer. Nee. Ah, shit. 22 seconden, je kan het. Kom op. Kom op. Waar kan je dat zien? Oh, daar. Oké, kom op. Je kan dit. Je kan dit. Ja! Wegwezen! Nee! Slaan! Ja! En weg! Weerslaan! 4 secondes! Ja! Nee! Net niet? Nee, iemand anders sloeg me. Shit. Ja, is leuk. Dat was vet. Maar oké, laten we naar de lobby gaan. Ja. Wat doe je dan? Slash lobby. Ah, slash lobby. En dan nog een keer. Ah. Dus nu zit je in de lobby volgens mij. Ah. Oké, maar dan gaan we weer een nieuwe TNT game doen. Kom en op. Dat is... Daar was die. Weet je, PvP schreef, dat klinkt ook leuk. Of PvP... Nee, wacht, PvP run. PvP run. Okay. Ja, zie je het staan? Ja. Oké. Okay. En dit is letterlijk gewoon hetzelfde als TNT run, maar je mag elkaar slaan. Ah. Maar slaat dat nou wel? Ah, snap je, maar slaat dat nou wel? Ah. Ik snap hem. Maar eigenlijk slaat het er dus op dat je mensen mag slaan. Ja, dat slaat wel erg op. En daarom is het een nieuwe, daarom is het een nieuwe minigame. Blijkbaar. Ga ik je nu slaan? Nee. Geweldig. We kunnen ondertussen skins gaan bekijken. Deze gozer is zwart. Met rood. En het probleem daarvan is, hè? Ergens is. Nee, het probleem is daar niks van. Hij heeft gele ogen. Ah! En dit is een meisje.
En dat is een jongen. Kijk maar, het is een meisje. We hebben twee twins, zeg maar, hier. Ze dragen bijna allemaal hetzelfde. Ja, iedereen wil van die mooie, lekkere skins hebben die aantrekkelijk zijn. Ja, waarom niet? 9 van de 10 keer, eigenlijk zijn skins altijd aantrekkelijk. Nee, kijk. Meestal kan je ze aandoen. Nog eentje. Maar deze heeft een andere skin. Ik ben een oude man met een bak. En dit is, hoe heet deze gozer ook alweer? Van Dragon Ball Z. Oh, hoe heet die nou? Nee. Ik weet niet hoe die heet. En dit is een koekjesman. Oh mijn god, het is een koekje. Je bent om op te breken, jij. Letterlijk. Ja. Ja, creatieve skins. Ah. Oké, I'm going to kill everyone who is going to kill me. Ik moet mijn gezicht niet houden op de plekken waar, waar heel veel hou. Oh god, ik val naar beneden. Oké, dit kunnen we. Dit kunnen we winnen. Oh god, ik ben weer naar beneden. Ha, ik heb iemand afgesneden. Je hebt iemand afgesneden? Ja. Goed bezig. Die wou mij proberen te pakken, maar ik vond een blokje waar nog maar eentje zat. Oh mooi, iemand is naar beneden gevallen bij. Maar goed bezig. Ja! Oh god, ik ben weer naar beneden gevallen. Oké, Dragon Ball Z gozer. Dragon Ball Z is vervelend, want ik val naar beneden. Volgens mij sta ik alleen op boven. Ja, dat zou best kunnen. Oh nee, nee, nog eentje. Oh ja. En onderaan staat trouwens Erotic Dragon. Oh nee, Erotic Dragon. Nee! Hij heeft me geslagen. En ben je dood of? Nee, ik zit erg beneden. Heel ver beneden of? Nee, op de tweede verdieping. Op de tweede verdieping? Ja, onder de bovenste. Oh, ik zie je. Bart, er zit niemand meer boven jou, dus je hebt vrij spel eigenlijk hier. Niemand meer boven mij? En ook niemand meer op dezelfde verdieping. Oeh! Dus ik kan gewoon blijven rondlopen. Ja. Op de volgende verdieping zit er 1. Oh. En dat is een meisje. Oké. Ja, dat... En de rest... Er zijn nog 4 spelers over, Bart. Hey, ik zie het. Je kan het. Dat maakt niet uit. Waarschijnlijk, als ik gewoon hierboven blijf, dan ga ik geen probleem met één van die allemaal krijgen. 2 players! Not me! Waar is die andere? Oh, die andere is dat ene meisje dat beneden, dat precies onder jou staat. Oh. Nou, zou ik naar beneden springen? Nee. Je kan het proberen, maar waarom? Precies, ik hou het nog even voor je. Hoe ver is het nog naar beneden? Nog 1, 2, 3 lagen. Jemig, nou, dit gaat nog even duren. Dus jongens, pak jullie popcorn en bier of wat dan ook. Nou, als je onder de 18 bent, drink nog maar geen bier. Pak je snacks erbij en je kan het op zich wagen om naar beneden te springen. Dat gaat het niet doen. Onder jou zitten nog 4 lagen. Ze is op de onderste laag gevallen. Nice. Ze heeft 1 laag gegaan. Hoeveel zitten nog onder mij? 4. Jemig. Wee! Niet te veel springen, want straks. Ja. Ik zit nu op de 1 na laatste. Ja. En daaronder zit dat meisje. Oké. Okay. Tenminste, volgens mij is het een meisje. Moet ik even een plekje vinden om. Oh, wacht, maar er is wel heel weinig loopruimte daar, zeker. En de onderste? Ja. Dat valt op zich nog wel mee, hoor. Is dat een meisje? Oh! Nee! Yeah! GG. Volgens mij was het een meisje, ja. Nee, het was een jongen volgens mij. Het was een jongen? Dat zou best kunnen. Maar... Nee, maar maakt niet uit. Groep eilig. Oké, in ieder geval, dan gaan we nu de laatste TNT game doen. En Bart, jij weet wel welke het is. Nee. Wizards. Yup. Wat is dit? Wizards, dat ja, dat kan ik beter uit. Laten we dezelfde team kiezen. Rood. Rood. Oh, rood team. Nou, blauw. Ook al already full. Bij mij niet. Oh, bij mij is hij already full. Er zitten 3 mensen in, maar alles is al already full. Ja, maar waarschijnlijk komt dat. Er zit er 1 in rood en eentje in blauw. En dan kan je gewoon, ja. Oh, zo, oké. Dus je moet wanneer iemand binnenkomt, dan moet je gauw naar blauw gaan. En de lights down low.
Mooi. I'm on the blue team. Star music console. Oké, en dan mag je een kit gaan kiezen. Fire wizard. Harness the power of fire. Ooh. Attack. Shoot fireballs. Defense. Instant teleport. Dat is leuk. Kinect wizard. Short range but deadly. Standard Quake railgun dealing 3 hearts of damage. En defense. Gravity gun. Ice wizard. I've got chills. Freeze ray causing slowness to enemies. Okay, and defense is an ice wall. Wither wizard, like a boss mob. Shoot wither skulls and a full row of extra absorption hearts. Dat is handig. Dat is op zich wel handig, die wither. Ja? Ja, blood wizard, not a vampire. Kost 2 hearts instead of mana. Slash potion of instant heal. Dus eigenlijk betaal je als die laatste met levens door aan te vallen. Oh, en welke ga je doen? Ik ben Fire Wizard. Oh, die ben ik ook. Dan ga ik gauw naar ijs, ijs, ijs! Dank je. Want ik heb deze minigame wel een keer gespeeld, Bart. Wat is dit? We moeten die dingen capturen. Oh, dit zit ergens in vast. Oké, maar we moeten hier staan en dan cancelen. En wij zijn blauw, dus rood en blauw. Oké. Bart, ben je wel overgenomen? Ja, ik werd al gedood. Oké, kom op. Heel goed. Ja, gaan. Ik zit in ijs vast ofzo. Gaat goed bezig. Okay. Hij had mijn eigen ijs vast. Ik hoop daar niet. Oké, hier is niemand, dus neem ik dit niet over. Het leuke daarvan is dat ik kan vliegen, omdat ik teleport heb. Ja. Oké, we hebben 2 stuks blauw. Nice. Wat is dit? Oh, ik kan ijsplaat in de lucht. Klinkt leuk. Oké, ondertussen nemen we dit even. Fire! Oké, mooi, ik heb er weer een gepakt. Alleen de middelste is iets anders. Oh, dan zijn die aan het overnemen. Die klaar. Oké, kom op. Oké, ik ben echt vet. Hij vlucht, mooi. Wow, je kan een soort double jump. Oké, je kan double jump, dat klopt. Oké, we hebben 2 punts, points voor. Nice. Als we dit volhouden, winnen we in 4 minuten. Nice. Nu wint rood in 4 minuten. We moeten dit namelijk van ons halen. Zoveel mogelijk. Nou, het zit even bij 1 bepaalde basis. Shit! Hij zit die gozer zit dat over te nemen. Kom eraan. Die alle linker. Ja, ben ik al naartoe aan het gaan. Oké. Pas op, er zitten ongeveer 2 gozer. Hier. Hey, ik heb eentje gedood. Oké. Kom op, mag ik hier omhoog? Dank je. Het is nu van ons. Hun niet echt zo overdenken. Nee. Hey, we hebben alles. Nee. Nu dit ook even volhouden. Ja. Oké, nu hebben we de middelste te pakken. En de linker. Leef van mijn basis af. Oké, kom op. Jullie gaan eraan. Zag je dat ijs vlakbij de basis? Ik zag het. Dat is van mij. Omdat ik dacht van, hey, wat is dit? Oké. Bom. Shit. Red has taken a point. Dat is niet best.
Ah, ik heb hem gedaan. Je hebt hem nog gedaan? Als we dit maar kunnen overnemen. Mooi. Hey Bart. Hi. Oké. Als we dit volhouden, winnen we in 2 minuten. Nice. Wie heeft dit ijs geplaatst? Ik. Oh, jij! Ik heb een ijs doen, nee. Dat is vet. Kijk, ik kan dit. Ja, jongen! Ik kan de boel laten exploderen. En ik kan dit. Oh, wat is dat? Teleport. Oh! Zeg maar unlimited Enderman ice, zeg maar. Oh! Of Ender Pearls eigenlijk. Oké, we hebben alles. Hoeveel zit er nog in rood? 2. Ja. 8 kills, maar 8 keer iemand. 8 kills, 6 assists en 8 deaths. Ik heb 1 kill, 1 assist en 8 deaths. Okay. Want ik ben meer points gaan pakken. Ja, ik ben er gewoon recht in gegaan. Maar er zijn er nog 2, hè? Dus op zich hebben we de winst al binnen. Ja. Ik weet niet waar ze zijn. Maar ze zijn daar. Ik ga even mee naar het midden. Ik ga even naar het midden, Bart. Yo. Hou er wel, zorg er wel voor dat die fans blijft. Ik blijf hier en ik maak allemaal ijs. Oké, 1 minuut nog. Daar zijn ze. Oh, ik dacht niet dat jullie dat punt gingen pakken. Ik ben het hele punt met ijs aan het opbrengen. Fire Wizard tegen Fire Wizard. Ja. Ik heb iemand gedood, jij! Ja! Maar ben wel gedood door hem daarna. Ah. Kijk even naar die basis waar ik zit. Het kan op zich heel makkelijk kapot, hè? Ja, weet ik, maar weet je. Dat deed ik niet. Maar ik heb het ook zo weer gepikt, namelijk. Oké. Hey, je bent ja! Gigi! Hey, het is een Bart die als eerste, als derde staat. Goed bezig. Oké. Okay. En Baltasaurus als tweede. Serieus? Ja, jij staat tweede. Oh mijn god, ik sta tweede. Goed bezig. Wow. Maar jongens, we zijn al een half uur bezig, dus ik denk dat dit een mooie tijd is om de aflevering af te gaan sluiten. Ja. We hebben alle TNT games gedaan. Het was ontzettend vet. We hebben genoeg aan TNT gezien. Tenminste... Nee, ik zie nog meer. Oké, okay, in ieder geval, ik zie een koala. Koala? Die is nu naar binnen. Nee, koala. Koala! Ja! Je ziet hem? Ik zag hem. Oké, okay, in ieder geval, kijkers. Daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. In ieder geval, Bart, ik laat jou de afsluiting doen. Omdat ik de intro deed. Oké, jongens. Dag. Kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help je kanaal mee? Abonneer jullie nog niet zeggen, maar het valt er voor mij nog maar 1 ding te vragen. En dat is, Bart, heb jij nog wat te zeggen? Ik hou van... Waar hou ik deze week een keer van? Ik hou van... TNT. Ja. Yeah. Yeah. Doei! Daag!